heerlijk knikje doe je meteen. Ja, fijn, hè? Ja. Oeh. Ja, ik zit. En je ziet er prachtig uit. Dank je. Ik zit toch meteen naar je benen te kijken. Ja. We hebben een primeur. Jij bent onze primeur. Of beter gezegd, jouw buik is onze primeur. Voor het eerst zit er een zwangere prinses op deze kruk. Ja, zwanger, ja. Ja. Zeg maar, twee voor de prijs van één. Twee voor de prijs van één. Hoe gaat het met je? Ja, heel goed. Ik voel me eigenlijk top. Ja? Ja, wel af en toe een beetje moe of hormoniaal. Dus wees een beetje lief. Oké. Okay, nee, ja. Maar het gaat hartstikke goed. Bij een veilige omgeving ben je hier. En seksleven, libido, zwangerschap, hoe gaat het samen? Ja, de eerste drie maanden dus helemaal niet. Dacht ik, oh, ik moet er niks meer van hebben. Maar dat schijnt steeds meer te worden en daar ga ik nu weer naartoe. Dit programma draait om de kus, zoals je weet. Ja. Wanneer kreeg jij je eerste zoen? Weet je dat nog? Ja, ik was 12 en ik woonde in Almere. En onder de brug werd ik gekust door Quincy. Quincy? Ja, en eigenlijk werd ik gepest door hem, want hij had altijd... ik heb nogal een groot gebit, dus hij zei altijd dat ik Ankie van Grunsven was. Maar hij wou me... Nou, dan ga je zoenen. Ja, maar hij wou me dus eigenlijk wel kussen. En? Ja, ik vond het heel leuk. Was het zo romantisch als het klinkt? Nou, eigenlijk niet, want mijn beste vriendin Tessa was erbij. En die zei, ja, maar weet je wel, als iemand je kust, dan krijg je een hele grote rode vlek in je nek. Dus ik dacht, oh god, en ik moet nog naar mijn ouders. Dus ik had zo zitten wrijven of die vlek dat niet je kwam. Dat ik zo'n nek had, ja. Ik dacht, dat zoenen, dat doe ik nooit meer. Nee. Nee. De eerste keer. Ik durf het allemaal aan jou te vragen, want je doet spuiten slikken. Heb je daar goede herinneringen aan? Ja. Nou ja, niet aan de handeling, maar wel aan het... Ja, wie wel? Echt, die liegt toch als je nou, zegt... Ik was heel goed de eerste keer. Echt niet. Ja, dat heb ik nog steeds aan. Maar vertel, jouw eerste keer. Ja, was ook weer in Almere. Ja, het is er allemaal gebeurd. Steeds chiquer op. En hij was weggelopen van huis, dus we sliepen daar 's nachts. En ik had verteld dat ik bij een vriendinnetje zou slapen. Ja. En hij was heel romantisch een schoolboek aan het verbranden, want ik had het natuurlijk koud. Ja. Ja. En toen is het gebeurd, maar niet echt. Het was een soort van wel proberen, maar ja, dat lukte niet helemaal. Maar ik beschouw dat als mijn eerste keer. De eerste halve keer, zo kunnen we het noemen. Ja, nou, goed. Kun je even speciaal voor deze drie ridders jouw ideale kus beschrijven? Ja. Die is heel teder, heel zachtjes. We beginnen met elkaar diep in de ogen aan te kijken. En dan denk je, gaat het nu gebeuren? En dan komen we dichterbij en dan voel je die warme adem al. En dan denk je, ja. En dan eerst heel zachtjes en dan heel, heel... Ja? Ja, ik zit er helemaal in. En dan heel, ja, veel en lekker. Ja, in onze ronde op de hoogte spiegelt onze prinses Nicolette onze mannen haar interesses voor. Aan hen om daar op niveau over mee te praten. Nicolette, waar wil je het met Ryan over hebben? Ryan, ik wil het graag met jou hebben over mijn mannelijke hormonen. Want ik denk dat ik nogal veel mannelijke hormonen heb. En dat komt namelijk omdat ik niet wil dat een man op mij leunt, maar zelfstandig is. En daarin ben ik heel graag de leider, zeg maar ook in het betalen van etentjes en zo. Zorg ik al dat de creditcard er al ligt. Wel, weet je, dat vind ik leuk. Je wil ze voor zijn, de mannen. Ja. Maar goed, Ryan, mannelijke hormonen. Nou, wat sowieso wel leuk is, ik heb volgens mij heel veel vrouwelijke hormonen. Dus dat, nee, dat past goed bij elkaar. Ik word heel vaak versierd door mannen. En nee, maar dat is, nee, maar op zich is dat niet erg of zo. Ik heb er niks op tegen. Een neef van mij, die is lesbisch. En dat is... Nee, maar hij is transseksueel. En hij... maar hij wil er dan van buiten zo uitzien zoals hij zich van binnen voelt. Maar dan denk je, ja, dat gaat een beetje ver, weet je. Ik voel me ook wel eens kut. Maar weet je, kijk, ik vind... Nee, maar ik denk dat we elkaar daarin goed aanvoelen. Ik heb veel vrouwelijke hormonen. En volgens mij, als je normaal het initiatief neemt... En vanavond zijn er drie heren die jou gaan versieren. En ja, ik denk dat het sowieso cool is. Kijk, want jij vindt het leuk om te betalen. Zo. En deze heren, als ze bij een vrouw zijn, moeten ze vaak betalen. En ik vind het niet erg. Ik vind het niet erg als jij ook af en toe betaalt. Nicolette, waar wil je het met Pieter over hebben? Nou, ik neem altijd een boekje mee op reis. De dichters van de Franse Renaissance. En dan bij een mooie zonsondergang, wanneer ik denk aan mijn liefje thuis, dan lees ik een gedichtje gewoon, zodat hij dan een beetje dichtbij voelt. Het is een heel belangrijk boekje voor mij. Wat romantisch. Ja. Ja. Pieter, wees een Renaissance dichter. Nou ja, dan ook echt Renaissance. Oké. Okay. Oh, lieve Nicolette. Ik heb geen tv. Renaissance. Check. Ik ben slechts een arme sloeber, zonder duiten. Maar in mijn droom nochtans
neem ik u mee. En ziet gij mij toch schlikken en de spuiten. Mijn dromen zijn weliswaar niet te versmaden, maar naar uw echte lichaam kan ik slecht raden. Oh, 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 oh! Oh, dat ranke lijf in volle glorie zien, met mijn vingers langs uw lijnen en verdwalen. En een hoogtepunt bereiken bovendien. Ik wou dat ik den Playboy kon betalen. Wat wil je met Lieven bespreken, Nicolette? Nou, ik heb heel veel mogen reizen voor mijn werk natuurlijk. En ik had altijd het idee dat we hier allemaal op aarde zijn met een doel en een reden. Totdat je in India komt en ik zag daar iedereen in een onderbroek langs de weg zitten. Toen dacht ik, nou oké, okay, misschien is dat dan allemaal niet waar. Maar dan geloof ik wel in karma. Dus okay. Wie goed doet, wie goed op moet. En alles wat je geeft, krijg je terug. En al die tegeltjeswaarheden, daar leef ik echt naar. Dus ik ben ook wel heel gelukkig. En als ik dan denk, oh, ik heb heel veel geluk gehad, dan koop ik 6 dakloze kranten en dan doneer ik weer geld. En ja. Dus ja, ik geloof heel erg in karma. Karma. Dus ik denk dat dat, ja. Oké, okay, Lieven, karma. Ik ben het er volledig mee eens. Karma, dat is, ik ken ook de wisselkoers van het karma en zo. Ik weet het perfect. Vorige week was ik een lottobiljet gaan kopen. En toen moest ik daarna naar de supermarkt om kattenvoer te halen. En toen liep ik binnen en er zat een meisje te bedelen aan de supermarkt. Ik dacht van ja, vanavond lottotrekking, hier zit een meisje te bedelen, eventjes wat karma opbouwen. Dus ik geef die 2 euro, want 2 euro, zoals je zelf weet, is 30 karma ongeveer. En ik wandel binnen in de supermarkt, ik wil een karretje nemen, maar ik heb geen klein geld, want ik heb 1 euro aan het lottobiljet gegeven, 2 euro aan het meisje, dus ik kan geen karretje nemen. Dan denk ik van, ja, wat moet ik nu doen? Ik kan het geld niet terugvragen, ben ik mijn karma kwijt. Dus ik ga terug naar het meisje, ik zeg, kan ik anders betalen, aanvaardt u ook Visa? En zij zegt tegen mij, natuurlijk aanvaard ik Visa en uw code ook, alstublieft. Dus ik geef de Visa-kaart af en de code, maar met de glimlach. Want op die kaart staat 5000 euro en dat is zomaar eventjes 137.800 karma. Plus die 500 van die 2 euro daarnet en 100 euro omdat ik het met de glimlach gedaan. Dus ik wandel naar huis en ik vind onderweg een stervend vogeltje. Ik denk, dit kan ik niet laten liggen, dus ik wil het een beetje warm houden. En ik neem het lottobiljetje en ik pak het in het lottobiljetje. En zo wandel ik naar huis, want het redden van een vogeltje, dat is 1738 karma plus 137. Ik kom thuis, ik leg het in de zetel, ik steek de televisie aan, lottotrekking, en ik win. Nou. Ik win de lotto. Ik draai me om, al juichend, en ik zie net hoe de hongerige kat het laatste beetje van het vogeltje en het lottobiljet opeet. Ik sla mezelf voor het hoofd en door deze beweging daalt er een aan bij in die al 3 jaar aan het rijpen was. Knal op die ruwe onderbroek die ik die dag aan had. Dus, sexy. Ik ben kwaad. Ik had zoveel karma. Dus ik bel onmiddellijk naar de Maharishi-lijn. Die kost ongeveer 50 cent per minuut. En ik bel naar de Maharishi-lijn en ik zeg, meneer Maharishi, ik had 137.825 karma plus 100 van die glimlach en ik win de lotto niet. Hij heeft de sterren bekeken en hij zei tegen mij, hij zegt, lieven, al dat karma staat op jouw karma spaarrekening. En dat zal binnenkort kristalliseren. Hij heeft het ook allemaal uitgerekend en het kristalliseert volgens zijn berekening over 15 minuten in een rode zetel die hier zal verschijnen. Goed, Nicolette, jouw dus punten even voor. Even kijken hoeveel karma punten ik hier geef. Ja, het uur van de kus heeft geslagen. Ryan en Pieter mogen Nicolette nog 1 keer het hof maken, elk 3 keer 15 seconden. Goed, mannen. De opdracht. Nicolette heeft nogal wat levensgevaarlijke capriolen uitgehaald voor haar werk. En ze is nu eigenlijk wel voldaan. Het heftigste zit er wel op. Maar ze wil nog wel 1 levensgevaarlijke uitdaging aan met jullie. Vertel wat jullie met haar willen gaan doen. Ryan, een trefwoord. Familiefeestje met mijn Surinaamse familie. Nuchter. Okay. Pieter. Pieter Buren. Pieter Buren. Nicolette, wie mag er beginnen? Pieter Buren. Pieter Buren, daar ga je, Pieter. Pieter Buren. We gaan met de tractor vanaf de boerderij, met de aanhanger erbij en alles, naar Pieter Buren. En daar halen we 10 hele schattige, lieve kleine zeehondjes op. Met van die puppyogen. Echt die hele donzige zeehondjes. En we nemen een paar knuppels mee en we rijden naar het strand. We zijn op een familiefeestje van mij. En ik heb je voor het eerst voorgesteld aan mijn oma, mijn ouders, mijn broer, mijn nicht en mijn neef. Is één en dezelfde persoon. En
En we zagen er eerst heel erg tegenop, maar we hebben het echt heel erg naar ons zin. We hebben gegeten. En als we op het strand zijn, dan gooien we de laadklep open in de vloedlijn... en dan leggen we die zeehonden zo mooi op een rijtje langs die lijn. Dan gaan we met onze knuppels klaarstaan en dan wachten we op de zeehondenjagers. En op het moment dat we naar huis willen gaan, wil mijn oma ons nog eten meegeven. Ik zeg, nee, dat hoeft niet. Zegt ze, nee, ja, neem een beetje. Zegt ze, nee, dat hoeft niet. Ja, neem een beetje. Zegt ze, nee, dat hoeft niet. Ja, neem nou maar een beetje. Ik zeg, nee, nee, dat hoeft niet. Zegt ze, oké, neem een beetje. En als de zeehondenjagers er zijn, dan knuppelen we ze kapot met onze knuppels. En dan redden we de zeehonden en die sturen we de zee op. De vrijheid tegemoet en terwijl de zon ondergaat... maak ik van het vel van de jagers een kleed en leggen wij ons neder op het strand. En we rijden na het feest rijden we naar huis. En we zagen er eerst heel erg tegenop, maar we hebben echt genoten. We hebben gelachen, we hebben gedanst. Ik heb jou geschuurd, jij hebt mij geschuurd. En op een gegeven moment... op een gegeven moment zijn we thuis en we zitten samen op de bank. Het is helemaal stil om ons heen. We hebben een perfecte avond gehad. Ryan, en dan stel je de titelvraag van dit programma. Nicolette Kluiver, mag ik je kussen? Ik dacht dat je het nooit zou vragen. Ryan heeft gewonnen, heeft Nicolette Kluiver mogen kussen. We danken natuurlijk zijn rivaal, Pieter Dirks. En ook niemand minder dan Lieven Scherer. En thuis bedenkt tenslotte dit. Liefde die moeite kost, is juist de moeite waard. Veel plezier zo bij Spuiten Slikken met weer Nicolette. En tot de volgende. Mag ik je kussen?